Helen Jansen, ik ben de moeder van Rut van der Vinnen. Bij een concert van klankschalen, zo is het genoemd. En wat vond uw dochter ervan? Ja, dat is moeilijk te zeggen. In het begin vond ze het, kon je zien dat ze hoorde dat het anders is dan anders. Dus ze was echt een beetje aan het rondkijken en geconcentreerd aan het luisteren. En ze reageert natuurlijk dan ook weer op de omgeving. Andere mensen die in de zaal zitten, die soms wat luidruchtiger reageren. En ik denk dat ze de eerste 10 minuten, kwartiertje, er op haar manier van genoten heeft. Maar op een gegeven moment was de focus voorbij en toen heeft ze de ogen dicht gedaan. En dan komt ze tot rust? Ja, nou ja, zij heeft dat wel heel vaak hoor, dat ze op de dag zeg maar af en toe even de ogen dicht doet. Maar zij is niet echt heel druk, dus tot rust komen is bij haar niet echt per se iets wat nodig is. Je zou haar juist liever willen dat ze een beetje actiever wordt, dat ze een beetje juist uit haar eigen wereldje en haar eigen kokonnetje komt. Dus nee, maar ik denk dat het sowieso altijd mooi is dit. Ik ben Wim van Meelik en ik kom uit Os. En ik heb als lieve familie met klankschalen spelen, klankschaalsessies verzorgen. Ik heb vandaag vier sessies gegeven en met heel diverse groepen. En ook diverse uitwerkingen van mensen. Mensen waar ik van dacht van ze zijn onrustig en ik zag dat de mensen rustig werden en dat ze relaxed werden. En op sommige klanken reageerden ze heel goed, op andere klanken reageerden ze wat minder. Maar over het algemeen zag je bij iedere sessie dat op het einde van alle sessies waren de groepen redelijk rustig, goed rustig. Ook de mensen die waarvan je in het begin dacht van, goh, dat wordt lastig of moeilijk toegankelijk, die kregen toch te zien dat ze erg rustig werden. Oh, hè? Mooi, hè? Mooi, hè? Ja, je danst een beetje met je hoofd mee, hè? Ja. Leuk, hè?